No, the condolences die ik te retourneren. Niet alleen aan u, maar aan de gehele samenleving. Ja, doodgaan doet pijn, maar het is een realiteit. En het is nooit verwacht. Ja, het is altijd onverwachts. Zo, so, het is zeer treffend. En al, zeker als het gaat om iemand die je van dichtbij kent. Dus Ja. ja, die had hij wel, om het zo te zeggen. Alle de had hij, maar die had hij wanneer iemand is van dichtbij. Ja, mevrouw Begley, hoe was de samenwerking met mevrouw Polak? Nou, mevrouw Polak, Christine. Christine heeft, ik denk dat u er zelf ook veel tijd aan hebt besteed gisteren in uw programma. Maar Christine is iemand die zeer recht door zee is geweest. En als jongeling, ik was denk ik samen met haar toen beëdigd op 1 februari. En op een gegeven moment, als jongeling, je komt in het team. Jongeling zeg ik hoor, want natuurlijk een totaal groentje wat betreft dat gedeelte van politiek bestel. Dan vangt ze je meteen op. En ze toont je praktisch met de kennis, zeg maar, waar de valkuilen zitten, maar ook waar de voordelen voor goed beleid zitten, in zitten. En ik kan me persoonlijke momenten met haar herinneren. Zeker in de RVM heb ik een paar keren aanvaringen met haar gehad. Vanwege gezichtspunten vanuit een ander oogoptiek. En dan komt ze naar je toe en zegt ze van, kijk, ik bedoel het zo en zo en zo en daarom zo. En ja, dan leer je eruit. En veel van wat ze me toen in, laat maar zeggen, in die leermomenten heeft willen bijbrengen. Ik denk in 99% van de gevallen heeft ze gelijk gehad. En dat is zo mooi, je kan van haar leren. En wat me ook heel sterk in gedachten is, is dat er stopwoord was Dimofina Wangs. Hoe gaat dit Dimofina Wangs helpen? Dus ze was echt de juiste vrouw op de juiste plek, als je het mij vraagt. Want dat was haar gedachtegang. Meneer Busaya gaat weer op reis. En wat gaat het betekenen voor het land en Dimofina Wangs? Dan moet je met genoegzaam materiaal komen om haar te kunnen overtuigen ervan dat ze eens is met een bepaalde, zeg maar niet een dienstreis, maar zelfs een bezoek aan ons land. Zo detailistisch is Christine geweest qua haar beleid, haar collegialiteit. En aan de andere kant heeft ze dan ook dat heel menselijke. Ik weet, toen we naar Afrika moesten, toen is ze dus nog aan me toegekomen en zei van, vergeet dat je daar gaat, kijk je ogen uit, leer van de cultuur en kijk wat je mee kan nemen. Dat gedeelte van wie we zijn, identiteit als mens. En dat heb ik heel erg gewaardeerd van haar. En ik neem aan dat ik zo mijn eigen verhalen en connectie met haar heb. Maar er zijn zoveel anderen in Suriname die dat hebben. En Suriname verliest waarlijk een dienstbaar mens. Een iemand die misschien weinig zichzelf toonde. Ze was echt zo pepretante als ze was met haar mond. Zo bescheiden was ze ook als het om haarzelf ging. En dat is echt een kenmerk van dienen. Je hoeft jezelf niet op de eerste stoel te plaatsen als je dient. Eigenlijk moet je op de laatste bank zitten en degene die je dient naar voren schuiven. En dat kon ze echt briljant doen. Dus ik leer voorving. Een keer zei ze ook aan me, want ik moest dan, dacht ik, kandidaten voorstellen die ambassadeur zouden worden. En ik moest met alle mogelijke overredingspower die ik me kan indenken, uitleggen waarom ik welke kandidaat voorstel. En dat is in de RVM. En ik meen me goed te herinneren dat ik dus de titulatuur van sommige kandidaten ook voorhield. En zei ze zei: Ilse, laat me je wat vertellen. Lerine Pourdoyer, hè? Dus de titels zeggen me nog niets. En dat soort van opmerkingen van Christine, waar dat je echt wel gaat nadenken van, ja, inderdaad, je kan zo geschoold zijn, maar het profiel dat je moet gaan bekleden past er niet bij.
Maar andersom ook, je hoeft niet geschoold te zijn, maar je profiel past erbij. Dus ze was niet zo zwart-wit denken, maar fair. I think she was really fair as a person. Ik ben zeer verdrietig om het feit te horen dat ze dus zo is heen gegaan. Maar ik denk dat we allemaal een keer zullen vertrekken. En het is wat we nalaten, de impact, dat is je legacy. En als ik haar legacy mag beschrijven, dan is het één van een natie die van zichzelf houdt, die zichzelf waardeert, die het volk dat er arbeid waardeert, die kansen creëert. En ja, ik denk zo een mens was ze graag zien dat het lied dat in me opkomt, is dat mi abi wan mooi wan dring, toch? Dat sranang sa komboong. Dan zou ik haar zo beschrijven. Zo iemand was ze. Ja. In feite, mevrouw Begley, is de volgende vraag van mij reeds beantwoord. En toch stel ik hem. Welke indruk heeft ze achtergelaten? En hoe zult u haar herinneren? Ja, ik heb het inderdaad al beantwoord. Maar ik denk dat Christine in mij een diep gewortelde nationalistische indruk achterlaat. It is nothing else dan Suriname. En nothing else dan, we moeten ploeteren als het moet, om het beter te maken voor het land. Wie je ook bent, ongeacht van waar je komt. En ze heeft een hele wijde en brede kennisveld gehad. Dus je niet blind starend op, dit is mijn werkgebied en mijn vakgebied, maar je willingness tonen om vanwege de ontwikkeling die je wil bewerkstelligen, niet alleen voor jezelf als mens, maar voor de natie waarin je functioneert, je dan ook breder moet kunnen oriënteren. En dat was echt across everything. Ethnic divide, weet je, etnische lijnen, politieke lijnen, maakt niet uit, jong, oud, het maakte voor Christine niet uit. Iedereen voor haar equal. Maar wel heel erg recht door zee. En dat merkte je wel in de houding en karakter. Nogmaals. Iemand om graag in je omgeving te hebben. Ja. Want liever weet je wat je aan de persoon hebt dan dat je het achteraf hoort. Toch? Dus ik denk dat zij een van dat soort mensen is geweest. En dat had een diepe indruk bij me achter. En als ik eerder aangaf, de legacy die ze nalaat, is dat we toch een land moeten zijn die en een volk, een land en een volk die het zelf moeten doen. En door hard werken kom je er wel. Oké, gecondoleerd mevrouw Begley. Dank dat u bereid was dit te doen op Lim FM. En, ja, sterkte ook aan ja, u, meneer Limburg, en de rest van de samenleving, maar meer nog de zonen. De zonen aan de zonen, denk ik. Ja, dat dus krachtig en God bless you. Dank u wel. Bye bye. Oké, dag.